Vissen in tijwerk, nooit op dezelfde tijd beginnen, 's nachts of in de vroege morgen uit je warme bed en naar de haven. Op de zeiltjes zijn ze overgeleverd aan stroom, wind, stilte, mist en storm. Zonder instrumenten, zonder radar of radio zoeken de vissers hun weg over het ongedurige water. Ook met een paar tonnetjes aan bakboord en stuurboord en wat lichtjes op de kust. Ze wijzen in het water en zeggen, daar ligt een wrak van een zweep. En daar is een vliegtuig dat in zee is gevlogen. Het was net een mail die naar vis stook. Koppie koppie, zegt maar in Sierveld. En dat was met alles zo. Je had geen weersvoorspellingen. De gootjes en de banken moest je in je kop hebben. Tegenwoordig hebben ze heel veel apparatuur, maar als die uitvalt, dan hebben ze niks meer, want er is geen zeemanskennis meer.